Deze week bij een bezoek van de Nederlandse minister-president Mark Rutte aan ons land, bij Alexander De Croo, werd de Nederlandse driekleur omgekeerd opgehangen. We zien het even op een foto. Is dat erg? Dat is ambetant. Ambetant. Niet meer dan ambetant? Ja, we zijn natuurlijk bevriende naties. Hè. Dus Mark en Alexander zijn ook van dezelfde politieke familie. Dus die kunnen elkaar wel bellen en daar ook wel eens mee lachen. Ik denk niet dat Mark daar zo zwaar aan... Mark Rutte, de premier, de minister-president van Nederland, daar zo zwaar aan tilt. Het is wel ambetant, omdat... Ja, je zit natuurlijk bij de premier in zijn ambtswoning. Dat zou de protocolchef toch niet mogen laten passeren. Hè? Dat je die vlag moet juist gehangen. En het is vooral ambetant, omdat het tot enige hilariteit heeft geleid in Nederland. Omdat er is heel zwaar boerenprotest in Nederland. En die gebruiken die omgekeerde vlag als symbool tegen Mark Rutte zijn beleid. Dus dat is extra ambetant. En dus die waren aan het lachen met te zeggen... Kijk, de premier van België steunt ons eigenlijk in ons protest tegen Mark Rutte. Nu, maar dat was natuurlijk nooit zijn bedoeling. Maar... Nee, de premier heeft het proberen goed te maken. Stuurde ook een filmpje de wereld rond waarin hij dan naar een nieuwe vlag stapte. En zei van kijk, het is opgelost. En dit kregen we dan te zien. En toen kwam er weer... vanuit Nederland. Reactie, waarom? Ja, dat is oranje, blanje, bleu. Dat is of lijkt dat toch op zijn minst. Dat, is dat oranje is heel fel oranje. En dus dat terwijl het lijkt, rood zou moeten dat zijn. Dat moet rood zijn. Dus en dat is een groot verschil, want dat is eigenlijk de groot Nederlandse vlag. En dat is eigenlijk de vlag van vroeger. En die wordt ook wel wat geclaimd door extreem rechts in Nederland. Dus dat was dan opnieuw pijnlijk, maar ik weet niet of dat het de lichtinval is. Of dat is niet helemaal duidelijk. Ik neem aan toch dat dat de juiste vlag is. Dat dezelfde vlag is, maar dat ze die gewoon hebben omgedraaid. Dus ik weet niet juist. Maar en, dat was en inderdaad... gewoon door lichtinval het rood wat oranje Is geworden. En dat leidde dan opnieuw tot heel wat hilariteit bij Tweede Kamerleden maar in Nederland. Het is geen incident geworden. Ik denk niet dat dat een incident is. Dat is ook leuk dat er dan mee gelachen wordt. Ik denk dat op een bepaald moment ook Alexia Bertrand hier niet wist, was dat in deze studio of bij een andere studio niet meer wist wat het begrotingstekort was. Ja. En dan heeft ze zichzelf een filipje opgenomen waarbij ze zich zoveel keer op straf schreef wat het begrotingstekort van het land is. Ik denk dat het goed is dat we toch nog soms met onszelf kunnen lachen en dat allemaal wat relativeren. Ik denk dat en u vindt dat de premier dus op het bord mag schrijven dat de Nederlandse vlag zo moet worden opgehangen? Dat is een heel goed idee. Oké, goed. Deze week werd vooral in Duitsland, want daar begon het gedebatteerd of er tanks mochten worden geleverd aan Oekraïne. En na wat druk uit de Verenigde Staten is de kogel dus door de kerk. Die Leopard Duitse tanks worden dus geleverd. En vandaag besliste ook ons land om een duit in het zakje te doen, al leveren we geen tanks, want die hebben we gewoonweg niet meer. Vandaag heeft de ministerraad beslist om een nieuw pakket van 90 miljoen aan militaire steun toe te voegen. Dat is het grootste militaire pakket aan steun aan Oekraïne die ons land tot nu toe heeft beslist. Today I'm announcing that the United States will be sending 31 Abram tanks to Ukraine, the equivalent of one Ukrainian battalion. Wir werden der Ukraine auch Kampfpanzer zur Verfügung stellen vom Typ Leopard 2. Das ist das Ergebnis intensiver Beratung erneut mit unseren Verbündeten und internationalen Partnern. Я дуже радий, хочу подякувати Німеччині. Я дякую Британії і дякую Сполученим Штатам Америки за те, що вони прийняли такі рішення. Le budget qu'on a obtenu, 11 milliards en investissement, 1 milliard pour 3 ans pour justement augmenter nos stocks et notre état de préparation, une augmentation aussi des budgets classiques d'un milliard et demi la première année, ce sont déjà des montants énormes. En die nu mij vragen of België het aantal wapensystemen en de stocks heeft en plan te hebben om in dergelijk conflict op te treden, moet ik onomwonden nee zeggen. Ja, beelden van oude rupsvoertuigen, tanks onder meer. Wat sturen wij vandaag? Of wat is de beslissing van de regering? Kan u dat kort even schetsen, meneer Frank? Dus ze zijn wat discreet geweest, maar wat ik ervan begrepen heb, ik denk die AMRAAMs zullen gestuurd worden, die de shot ook heeft aangekondigd of ja, toch geopperd op een zekere dag, zondag. Luchtafweer, dus dat is grondlucht. Vroeger was dat vliegtuigen die elkaar daarmee bestoken en dat kan nu ook gebruikt worden voor grondlucht, dus eigenlijk luchtafweergeschut om dus Russische toestellen uit het luchtruim te halen of tenminste dreigen dat ze dus wegblijven. Dus dat is wel goed, omdat er heel veel bombardementen zijn op kritieke infrastructuur. Daarnaast zware mitrailleurs, FN.50, dus dat is al serieus
kaliber dat staat op een driepoot. Kan je ook op een Toyota of op een andere Jeep of zo zetten. Dus dat, daarmee kan je ook door licht panzer. Dus dat is al echt wel heel zwaar kaliber. Dat zijn ook echt state-of-the-art mitrailleurs. Dus dat is zeker goed materiaal. En dan denk ik ook nog dat we praten over die linksen, hè, dus die licht gepanzerde wagens die troepen vervoeren, die, waar dat er wordt gezegd dat die scheuren hebben en zo, maar dus ja, dat zou ook werd, zelfs meer, werd gezegd, rommel en zelfs gevaarlijk voor de mensen die er nu in zitten wegens onvoldoende bescherming. Er werd trouwens ook over die Volvo-trucks gezegd. Is het rommel? Nee, dat is geen rommel. Dus ze zijn... Wel. Nee, dat is geen rommel. Dat is op zich goed materiaal. Die zijn natuurlijk gebruikt. Hè. Ja, er wordt natuurlijk ook wel serieus mee gereden. En dat zal hier en daar wel eens een keer een chassis gebroken zijn. Maar dat heb ik ook begrepen dat de premier heeft gezegd. We gaan ervoor zorgen dat alles wat we leveren, dat ook hersteld is. Dat dat in goede staat, opnieuw in zo goed mogelijke staat is. En dan gaan we dat pas leveren. Dus dat zal allemaal wel door techniekers binnen Defensie in orde gebracht worden. Hè. Hadden we niet meer kunnen doen? En nu ga ik een stukje terug in de geschiedenis. Het is onder meer door dat idee van de vredesdividend na de val van de muur van Berlijn. Heel andere context dat er toen afbouw is geweest, ook bij ons, van leger, tanks, weg. Hebben we toen een verkeerde beslissing genomen? Ja, absoluut. Veel te drastisch afgebouwd. Hè. We dachten dat we gewonnen waren, hè, maar zo werkte natuurlijk niet. Hè. Het einde van de geschiedenis en de laatste mens, hè. Fukuyama, iedereen dacht dat de Russen zijn verslagen en nu is de liberale democratie aan de macht. Maar we hebben dat geld wel in ons welzijn kunnen investeren en in andere domeinen, hè? Ja, en sindsdien rekenen we ook op de Amerikanen als er echt brand uitbreekt. Hè. Dus dat is ook zo typisch. Hè. En dan zitten we nog eens met een hele hoge neus op naar die Amerikaanse politiek en die Amerikaanse samenleving kritiek te geven vanuit het Europa. Terwijl als er een brandje is, ik zeg maar evacuatie van de luchthaven van Kabul, dat kon alleen maar met de steun van de Amerikanen. Anders hadden we onze landgenoten daar niet weggekregen. Alle andere conflicten die er gebeurd zijn de laatste 20 jaar, dat is alleen maar dankzij de Amerikanen. Wij zijn veilig dankzij de Amerikanen binnen de NAVO-bondgenootschap. Laat dat heel duidelijk zijn. Dus het is altijd heel gemakkelijk om kritiek te geven op de Amerikanen. Zij hebben minder kunnen investeren in zachte veiligheidsthema's, sociale zekerheid, pensioenen, noem maar op. En daardoor hebben ze meer armoede en meer ellende. En die beelden zijn ook heel confronterend. Maar van de andere kant hebben zij wel geïnvesteerd in harde veiligheid. En zorgen zij ervoor dat wij in het Westen ook veilig zijn. We hebben dat niet gedaan. We hebben geïnvesteerd in zachte veiligheid. Enorme sociale welvaartsstaat uitgebouwd. Niks meer in defensie. En als het brandt is, dan is het, ja, Amerika kan je alsjeblieft komen helpen. Dus het is natuurlijk wel een beetje eenvoudig om allee, dat vind ik altijd binnen de NAVO, we moeten daar wel eerlijk in zijn. We hebben dat te veel afgebouwd en nu, laten we naar de toekomst kijken, dat is het verleden, de toekomst is belangrijker. Nu moeten we ervoor zorgen dat we terug wat weerbaarder worden, dat we terug investeren, herinvesteren. Maar ik wil even nog hebben vragen. Dat gedaan, ja. En deze regering doet dat nu ook, maar het mag wel wat sneller gaan. Meneer Goris, historische fout toen? Dat vredesdividend binnengetrokken? Nee, dat vredesdividend was evident, denk ik, in het begin van de jaren 90 na de val van de muur. Dus ik denk dat was geen vergissing. Wat mij een beetje stoort, is dat wij die rekening op nationaal vlak maken en zien van ja, België heeft afgebouwd. En dat is waar. Defensie is zeker niet overgefinancierd in België, dat klopt. Maar als je dat op Europees vlak bekijkt, dan Europa, Europese lidstaten van de NAVO geven jaarlijks iets van een 300 miljard uit aan defensie. Dat is het vijfvoud van wat Rusland investeert. Dat is natuurlijk nog minder dan de helft dan wat de Verenigde Staten met zijn 700 miljard jaarlijks investeert. Dus er gaan enorme bedragen in om. En het is niet dat Europa te weinig investeert in defensie, denk ik. Het feit dat we dat niet goed doen, is een andere zaak. We, in plaats van gezamenlijk in defensie te gaan investeren en te zorgen dat we, dan zouden we waarschijnlijk met minder investeringen veel performanter kunnen zijn en veel meer kunnen blijven inzetten op echte defensie van het eigen grondgebied en minder meegenomen worden in een soort internationaal optreden waar we de afgelopen 20 jaar wel veel geld in gestoken hebben. Daar vinden jullie elkaar wel maar in. België, ja, dat is waar, maar België heeft toch veel te veel afgebouwd. Je kan dat toch niet beweren dat dat niet zo is. We hebben onze verzekering, die verzekeringspolis, ja, als het uw huis in brand staat, die polis die hebben we laten betalen door anderen. En we hebben helemaal afgebouwd, onze defensie. Het is op dit moment in dramatische toestand. In dramatische toestand. Gelukkig hebben we nog 24.000 mensen die zich elke dag met de moed der wanhoop soms inzetten voor de veiligheid van ons Westen in dit land. Maar de toestand
van de kazernes, de toestand van de stoks, de toestand van ons materieel, het is om te huilen. Ik zit 12 jaar in de commissie Defensie. Ik heb het allemaal zien gebeuren. Eindelijk is er licht aan het eind van de tunnel. Eindelijk. Ja. Is een van die kosten niet dat we nu dreigen levering na levering meegesleurd te worden in een conflict dat voor een stukje aangestuurd wordt vanuit de Verenigde Staten ook? Nee, dat wordt niet aangestuurd vanuit de Verenigde Staten. Wat is er gebeurd? De steun voor Oekraïne is in heel alle westerse democratieën zeer, zeer groot. Dat is in Amerika soms misschien meer betwist als in Europa zelf. Of in Polen, of in al die buurlanden. Dus de steun is hier heel groot. Amerika sleurt ons niet mee verder in die oorlog. Wat is er wel gebeurd? Op een bepaald moment, die steun gebeurde zeer chaotisch. Iedereen deed maar op. Maar dat was niet gecoördineerd. Wij kwamen met een paar duizend helmen en die Duitsers hadden juist al helmen geleverd. En die Oekraïners zeggen, ja, maar je moet niet opnieuw met die oude rommel komen. Die helmen niet meer nodig, we hebben al helmen genoeg. Dus wat hebben de Amerikanen dan gedaan? Stop er niet even mee. Wij gaan de coördinatie doen, het Ramstein-principe. Wat ze nu om elke maand vergaderen in Ramstein, dat is een basis in Duitsland, waarbij ze zeggen, kijk, onder ons voorzitterschap gaan we de steun coördineren. Militaire steun, humanitaire steun. Hoe kunnen we eigenlijk dit aanpakken? En dat is goed, dat werkt, gelukkig, want daarvoor was het pure chaos. Dus dat is wel een goede zaak dat we dat doen. En dat zij dat ook trekken, dat is op zich ook niks mis mee, denk ik. Dat is niet per se een dubbele agenda. Maar nooit naïef zijn met de Amerikanen, voor alle duidelijkheid. Er zijn zeker ook dubbele agendas, maar in dit conflict, zeker qua leveringen van wapens, ik denk dat het vooral gaat dat ze wel degelijk Oekraïne de kans willen geven om hun grondgebied te heroveren, hun territoriale integriteit te verdedigen en te herstellen. En daar sta ik ook volledig achter. Daar staat heel de Kamer achter, voor alle duidelijkheid. Hoor. Of voor de Amerikanen de is het een geopolitiek spel. Voor een Europa, en zeker oostelijk Europa, is dit veel existentiëler. Hè? Dit gaat van waar komt Rusland en wie stopt die? Want niemand weet wat daar juist in alle hoofden omgaat. Tegelijkertijd is er niet echt een plan vanuit Europa of vanuit deze... Het is reactie op. Het is niet... je moet ook kijken hoe ver dat je... Allee, het is toch ook logisch dat in het begin, dat je zegt, in het begin was de dingen, je moet zien dat we de Russen stoppen. En dus hebben we javelins, MLAS en andere materialen geleverd om die Russen maximaal te kunnen stoppen. Nu zitten die Russen achter die Dnieper, die zitten daar in die loopgraven en die proberen dat grondgebied kost wat kost te houden en op te bouwen naar een landoffensief. Rusland, Poetin heeft daar om meer dan 100.000 soldaten slecht bewapend en slecht getraind in die loopgraven gezet. Maar ze zijn er wel. Ze zijn misschien al slecht bewapend en slecht getraind, maar ze zijn er wel. Ze zijn met veel. En ze zijn met heel veel. Dus als je naar... Oftewel ga je naar een stilstaand conflict, een bevroren conflict voor jaren. En je weet hoe dat zo'n conflict kunnen uiteindelijk wel uitmonden in veel grotere oorlogen, wereldoorlogen mogelijk. Oftewel ga je proberen in dit jaar nog een offensief te lanceren, waarbij je toch gaat proberen dat Russisch front door twee te hakken, die zee van Azov terug te bereiken, de Krim terug te isoleren, die toevoerlijnen droog te leggen en er proberen voor te zorgen dat je Oekraïne haar territorium teruggeeft en dan in een onderhandeling gaan. Dat is de strategie. Of dat gaat lukken, weet ik niet. Maar als je dat wilt doen lukken, ja, dan hebben ze tanks nodig. Want je kunt geen loopgraven doorgaan met die kleine dingen en met wat MLA's. Dan heb je AMRAAMs nodig, dan heb je zwaarder materiaal nodig. Ja. Dus daarom zijn ze dat aan het leveren. Wat we nu hebben gedaan, is het materiaal leveren, niet om de Russen af te houden, maar om de Oekraïners te laten winnen. En dat is de bedoeling. Goed, we gaan naar een volgend onderwerp. We gaan naar het kraakpand in de Paleizenstraat in Schaarbeek. En van de mensen die daar woonden, hebben 784 zich uiteindelijk aangemeld bij de overheidsdiensten. En dat blijken wel degelijk in grote lijnen asielzoekers te zijn. 735 van die 784 hebben dus wel degelijk recht op opvang. Kraakpand in de Paleizenstraat in Brussel zitten 735 asielzoekers die recht hebben op opvang. Dat blijkt uit de screening van Fedasil en daklozenopvang Samu Social. Staatssecretaris heeft al meermaals gezegd, er is geen politieke onwil om rechtelijke beslissingen uit te voeren en bijkomende opvangplaatsen te creëren. We kunnen evenwel niet het onmogelijke doen. En niemand kan ontkennen dat we geconfronteerd worden met een historisch hoge instroom.
Ja, mevrouw Van Impe, de meeste mensen in het pand in de Parijzenstraat zijn dus wel degelijk asielzoekers. Een beetje tegen de verwachtingen in. Het was een hele lange tijd, niemand ging daar nog binnen. En er was discussie over wie er moest binnengaan. De politie of de diensten van Nicole de Moor of weer iemand anders. En niemand wilde. En oké, ze zijn nu binnen geweest, want waren het daklozen, waren het mensen die daar ook verzeild geraakt waren. Gingen allemaal verhalen over. Nu blijken toch veel mensen een asielaanvraag ingediend te hebben. Het is geloof ik nog niet helemaal duidelijk of dat allemaal recente asielaanvragen zijn en secundaire en noem maar op. Maar ja, goed, blijkbaar zijn het mensen die betere opvang zouden moeten krijgen dan daar. Ja, maar dus geen honderden illegalen en geen honderden daklozen zoals op een bepaald moment wel eens gesuggereerd werd, maar vooral van buiten, van aan de voordeur, van we gaan niet binnengaan en we denken dat het dat is. Ja. Terwijl dit een probleem is dat nu toch al een tijd aan het etteren is. Mevrouw De Moor heeft dat wel gezegd, hè? Geen asielzoekers zijn. Nu blijkt dat dat wel zo is. Want dat was om te argumenteren dat het Brussel was. Had ik dat moeten doen? Maar ik had nogal gehoord van de media, hoor. Excuseer. Ik heb, denk ik, een maand geleden met Nicole De Moor hier op de zevende dag gezeten. En dat was toen al dat je zei van het kan toch niet dat dit maar blijft duren. Dat asiel en migratie een complex probleem is, wil ik iedereen die het moet doen nageven. Maar dat dit het meest ingewikkelde probleem is dat je maar niet opgelost krijgt, dat vind ik iets moeilijker. Heeft het u ook geërgerd dat het zo lang heeft aangesleept? Ja, het gaat niet over mijn persoonlijke ergernis. Het gaat over rechten en over de rechtsstaat. En dat is het probleem. Je ziet voor je ogen gebeuren dat België zijn rechten, of de rechten van mensen, niet respecteert en niet zorgt dat er een minimale opvang is. Bed, bad, brood, dat soort zaken zijn een minimum. En natuurlijk had er veel vroeger moeten ingegrepen zijn, veel vroeger moeten geageerd zijn om te zorgen dat deze uitwas niet plaatsvond. Overigens houdt het niet op met de Paleizenstraat. Het is een symbool, hè? Het zijn mensen die gewoon op straat overleven, of die op andere plekken ook nog overleven. Er zijn een paar duizend mensen die niet in het systeem kunnen instromen, omdat ze geen opvangplaats krijgen. Wat had u gedaan, meneer Franke? U bent staatssecretaris voor asiel en migratie geweest. Wat had u in de plaats van mevrouw De Moor gedaan? Ik had nooit zo ver laten komen, omdat ik die ontrading van in het begin scherp had gezet. Ze heeft nu nooit ontraden. Ze hebben mijn ontradingscampagnes offline gehaald de dag dat ik weg was. Ze hebben ze nooit meer online gezet. Dus je kan als land niet het idee hebben... Is verleden jaar wel nog nooit zo groot geweest? In België? Nederland? Niet in twee, drie landen. In Oostenrijk, in België, in Nederland. Niet in de hele Europese Unie. Je kunt dit niet vergelijken met de asielcrisis van 2015. Toen er een massale stroom was in heel de Europese Unie, was er een heel sterke verhoging van het aantal asielaanvragen. De afgelopen 3 jaar hebben we 2 jaar corona gehad, waar dat er bijna geen instroom was. Het aantal internationale migratiebewegingen is compleet gekelderd onder corona. Logisch, nee. En dan is er terug een stijging geweest van het aantal asielaanvragen en migratiebeweging richting van het zuiden van Azië richting Europa. En die stijging heeft zich vooral te laten kennen gegeven in Oostenrijk, in België, nummer 1, en nu ook in Nederland sinds een zestal maanden. Ja. En dus we zitten daar in een situatie waarbij wij van in het begin, en dat is wat ik zou gedaan hebben, want u vraagt het mij, wat ik gedaan had, van in het begin heel duidelijk maken, don't come to Belgium, je kunt hier niet allemaal naar 1 land komen, of naar 2 of 3 landen, we gaan niet iedereen opvangen hier, dat heeft ze nooit willen doen, zij heeft gezegd, anti-Frankenbeleid. De PS heeft één ding heel duidelijk gemaakt als die Vivaldi-regering van start is gegaan op vlak van migratie. Ça doit être une politiek anti-Franken. Dat moet een beleid zijn anti-Franken. Alles wat ik heb gedaan, dat moet dus anders zijn. Dus dat mag dus zeker niet gebeuren. En daar betalen we nu de tol voor. Ze hadden gedacht, we gaan nu even een soort van klein Weerschaffentasjes doen. Weerschaffentas op zijn Belgisch, op zijn Vivaldi's. En nu krijgen ze gewoon constant de boemerang in hun gezicht. Zeg tegen de mensen, kom niet naar België. Helpt dat? Nee, dat helpt niet. Ik denk, je moet mensen goed informeren over op welke manier er hier mee omgegaan wordt. Maar het probleem is niet ontstaan met de Vivaldi-regering. Het probleem is eigenlijk een uitloper van het veel te snelle
afbouwen van de extra capaciteit die meneer Franke georganiseerd had. Want in 2015-2016 heeft de staatssecretaris gezorgd voor voldoende opvang voor men. 2 keer zoveel aanvragen als we vandaag kennen. Dus dat is mogelijk. En dat heeft meneer Franke toen bewezen. Alleen, dus u zegt dat het is het beleid van meneer Franke die zorgt voor de aangroei? Nee, dat zeg ik niet. Er was een internationale beweging en het beleid heeft daar toen voor gezorgd dat ondanks de enorme piek die op hele korte periode bijna onvoorzien was, dat die opgevangen werd en dat mensen opvang kregen door ook lokale opvanginitiatieven te organiseren en door defensie te betrekken enzovoort. Dat is dan daarna te snel afgebouwd. En de mensen van de VVSG, van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten, hebben destijds al in 2016 in een brief aan de staatssecretaris laten weten, we zouden toch willen waarschuwen dat je dat niet zo snel moet afbouwen, want we zitten... Ja, ik snap het, maar dat is het klassieke verhaal. We zijn 7 jaar verder. Dus u beweert, omdat ik in 2016, echt waar, wat is wat u zegt, dat is wat links beweert in het parlement, hè? Dat hoor ik nu ook al 3 jaar. U beweert, omdat ik 7 jaar geleden een aantal duizenden plaatsen heb gecreëerd, heb terug dichtgegaan, omdat die bedden leeg lagen. Dat kost allemaal handenvol belastinggeld. Die lagen leeg. Ik had ze niet meer nodig. Die burgemeesters kwamen ook naar mij. Ja, mogen we die centra sluiten? Want daar ligt bijna niemand meer. Ik heb er 40 geopend. 40.000 plaatsen gecreëerd. We hebben die terug gesloten. Want ja, de instroom was gewoon veel hard naar beneden gegaan. Goeie zaak, denk ik. En dus links beweert, nu al 3 of 4 jaar in het parlement, dat de asielcrisis de schuld is omdat ik 7 jaar geleden een paar duizend bedden heb gesloten. Dat is absurd. Dat is te kort. Dat is een noodargument. Er is afgebouwd en er is daarna blijvend afgebouwd, zodanig de asielcrisis is niet ontstaan in half 2022, als duidelijk werd dat we echt met een opvallend groter aantal asielzoekers af te rekenen kregen. Dat was al de tweede helft van 2021 duidelijk. En dat was omdat er te weinig opvangplaatsen waren, omdat er geen flexibele politiek was, geen bufferplaatsen waren om op het moment dat het aantal aanvragen stijgt. Maar dan had mevrouw De Blok heeft 3 jaar na mij aan de macht geweest. Ze heeft corona gehad. Goed, dus dat tijd zat, er was geen instroom. Het is niet alleen uw schuld, meneer Franke. Er was geen instroom, beleid... dus dat tijd zat om bufferplaatsen te creëren, want er was nul instroom quasi. Dan heeft meneer Medi, die ging het allemaal anders aanpakken, want al de rest, al zijn voorgangers waren dikke amateurs. Mevrouw De Blok in Kluis, hij ging het anders aanpakken. Kijk eens, dat slaat helemaal nergens op. Okay. Wat is er gebeurd? Ze hebben niet ingezet op ontraden. We gingen een soort van Vivaldi weer schaffendas doen en ze zitten nu dik in de miserie. Laten we eens naar die instroom kijken. Zit daar het fundamentele probleem niet? De instroom, internationaal, Europees, onder controle? Die is niet onder controle en er is op dit moment ook geen instrument. Dat het alleen ontradingsfilmpjes hier het verschil zouden gemaakt hebben of ontradingscampagnes, als dat zou waar zijn, dan denk ik dat de Paleizenstraat op zijn eigen vandaag de ontradingscampagne is om ervoor te zeggen, je moet niet naar hier komen. Dat is, als dat is wat opvang in België is, die dan blijkbaar de het beloofde land is, dan denk ik dat we daar snel effect van gaan zien. Maar de instroom vandaag is groot in België, is groot in Nederland, is groot in Oostenrijk. En er is geen manier vandaag om dat onder controle te houden. Wat je wel ziet, is dat opnieuw, het is een tijd, het hele debat is ook een tijd weg geweest, hè, met corona. Het is nu aan het terugkeren full force. Ik bedoel, Denemarken is voorzitter van de Europese Unie, wil het op de agenda zetten. De Nederlanders worden assertiever. Dus ik denk dat we naar een groter debat gaan. Europees debat ook. Een groot Europees debat, wat ook het niveau is waar we het gaan moeten voeren. Hè. Ja, de instroom op Europees niveau, is dat mogelijk om ervoor te zorgen dat die instroom vermindert? Want daar zit blijkbaar het probleem, zegt mevrouw Van Nieuwen. Ik zou toch nog één ding willen zeggen. Het probleem is niet alleen het aantal mensen die asiel aanvragen. Het probleem is ook de traagheid van de procedure. Er zijn mensen die 2, 3 jaar in opvang blijven zitten. Okay, maar... Dat verklaart voor een deel waarom die opvangplaatsen vol zitten. Goed, dat is niet allemaal nieuwe mensen. Als we een niveau hoger gaan, dan komt men niet rechtstreeks in België. Je komt in Europa binnen. Dus moet je daar niet proberen in te grijpen op, wat heet die instroom? Ik denk, ik ben
nogal een overtuigd Europeaan. Dus ik denk, ik ben voorstander om dat op Europees niveau en aan te pakken. Hoe bijvoorbeeld? Maar wel, dat is een moeilijke vraag. Vooral omdat we weten van de afgelopen jaren dat er heel grote verschillen zijn, dat er heel grote conflicten zijn onder Europese landen. Je hebt de Oostrandlanden die in 2015, 2016 ook absoluut... Oké, maar dat is de bekende situatie. Wat stelt u voor? Hoe zou u die instroom op Europees niveau stilleggen? Ik ben niet de pleitbezorger om te zeggen de muren moeten nog hoger opgetrokken worden. Mijn pleidooi is om de rechten van mensen te respecteren. En tot die rechten behoren het aanvragen van asiel als je bedreigd wordt. Oké, maar dan, daarmee zegt u, die instroom moet niet verminderen. Iedereen die... Nee, die zou moeten verminderen. Die zou moeten verminderen. En op de eerste plaats natuurlijk kan je daarop op gaan ingrijpen. Enfin, ingrijpen. Dat is dat wat langere termijn werk. Maar zorgen dat de bedreigingen of dat de onveiligheid van mensen in het zuiden, en met name in Azië dan, want daar komen vandaag veel van onze asielzoekers vandaan, dat die vermindert. Maar ja, afgelopen jaar was er een hele grote groep Afghanen die aanvraag ingediend heeft bij ons om bescherming te krijgen. Ja, dat is een verhaal waar we heel erg bij betrokken geweest zijn. Dus uw pleidooi is meer en betere opvang. Dat is in de eerste plaats uw pleidooi. Het respecteren van rechten, en daar hoort opvang in eerste instantie bij. En daar zou moeten gezocht worden hoe Europa een rol kan spelen om te zorgen dat dat gedeeld wordt en dat dat gespreid wordt. En dat lukt tot nu toe niet. Dat is niet mijn schorting. Meer en betere opvang, onder meer via Europa, meneer Frank. Dat is het klassieke linkse verhaal, hè? Dat fabeltjesverhaal van we zullen meer ontwikkelingssamenwerking doen en we moeten als Europa en als België ervoor zorgen dat de wereld stabiel blijft. Dan blijven ze kinderen en komen ze niet naar daar. Moest het allemaal zo simpel zijn, dan was dat lang gebeurd. Zo werkt dat natuurlijk niet. De Taliban heeft de macht overgenomen. Ze blijven massaal komen en ze zullen nog massaal blijven komen. Het zijn trouwens geen vrouwen die komen, het zijn bijna allemaal jonge mannen. Hè? Dus daar kun je ook al vragen bij stellen. Dus die idee van wij gaan ervoor zorgen dat als we die landen wat stabiliseerd krijgen, ten eerste we gaan dat niet kunnen, ten tweede zelfs dan ga je omwille van de enorme inkomensongelijkheid en de welvaartskloof tussen het arme zuiden en het rijke westen, zal je natuurlijk altijd opwaartse migratiebeweging krijgen naar dat westen. Dat is des mensen, dat is ook begrijpelijk. Ik zou dat misschien zelf ook doen. Dus ik neem die mensen dat niet individueel kwalijk. Daar moet je gewoon realistisch in zijn. Wat je moet doen, is ervoor zorgen dat je een asielprocedure-systeem hebt waarbij je dat externaliseert buiten je grenzen. Je kan dat niet doen volgens het huidige paradigma. Ik heb dat al 100 keer gezegd, ik ga het nog 1000 keer moeten herhalen. Ik ga het blijven herhalen. Waarom? Als je ze binnenpakt, dan vallen ze onder het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Wat betekent dat ze enorm, want ik hoor het graag aan korte asielprocedures, er zijn zodanig veel ook beroepsmogelijkeerden tegen terugkeerberoepsmogelijkheden enzovoort, dat je uiteindelijk toch sowieso minstens 2-3 jaar hier bent. Dus laat Europa niet binnen, anders dus maken ze gebruik van hun mensenrechten. Nee, ik heb niks tegen mensenrechten. Wat ik zeg is, als jij ze binnenlaat en je zegt, we gaan ze snel screenen en de negatieve gaan we snel terugkeren, dat je nooit naar een model gaat waarbij je snel screent omwille van alle mogelijke procedures en jurisprudentie en dat je zeker niet gaat naar snelle terugkeer. Want het overgrote deel van die landen, die nemen ze niet terug en bij een aantal mag je ze niet terugsturen, zoals Afghanistan. Ja, meneer Goris, dus dat betekent heel concreet dat je een ander model zal waarbij je mensenrechten respecteert, de conventie van Genève respecteert, internationaal beschermingsrecht respecteert, maar je organiseert die opvang niet meer op je eigen grondgebied. Je voelt ook als het debat nu in Europa aantrekt, het klopt dat de Oosterse landen altijd nee gezegd hebben, maar ik denk dat we vandaag anders aan het debat zullen beginnen. Er zitten ook buiten die klassieke oostelijke weerstand. Voel je ook dat bij de andere landen... Nederland ook, hè? Nederland, Denemarken, noem maar op. Daar, het is aan het schiften. Het is aan het schiften en... Het is niet makkelijk. Hè? Ik bedoel, een paradigma shift die en de mensenrechten respecteert, waar we toch na 45 van overtuigd waren dat we dat moesten doen. 100%. Het risico is absoluut dat die mensenrechten enkel pro forma zullen gerespecteerd worden. Risico is er. Ja, dat moeten we heel goed... Ik zie hier de oplossing nog niet altijd liggen. Maar er gaat wel iets moeten gebeuren, want ook het draagvlak hier gaat
pijlsnel naar beneden natuurlijk. En daarom moet je dat soort dingen als de Paleizestraat echt wel opgelost krijgen, want dat is niet alleen voor die mensen die daar zitten verschrikkelijk, maar als je dat in je hoofdstad begint te krijgen op verschillende plekken, heel veel mensen die op straat slapen, gebouwen waar ziektes circuleren waarvan we zelfs niet meer wisten dat die er nog voorkwamen, ja, dat wordt toxisch in heel dat debat. En dat is niet alleen voor de mensen die daar wonen, wat al verschrikkelijk is, maar ook voor heel die omgeving is dat een belasting die je niet kan blijven. De oplossing kan niet zijn om dit te laten etteren. Dit kan zo niet blijven duren. Een oplossing is opvang buiten Europa, zegt meneer Franke. Ja, dat is een gemakkelijk verhaal. Enfin, het is blijkbaar niet. Gemakkelijk is dat niet. Want dan was het al lang gebeurd. Het is een gemakkelijk verhaal. Het is een alternatief. Het punt is dat ook de studies die daar rond gebeurd zijn, die gaan er ook vanuit dat je dat als Europa, als je het zou willen, niet kan organiseren door te zeggen van ze zijn buiten Europa, dus dan geldt het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens niet, dan geldt het handvest niet. Nee, want ze, vanaf het moment dat ze een aanvraag indienen om binnen Europa opgevangen te worden en bescherming te krijgen, is Europa verantwoordelijk. Goed, maar dat is een juridische. Maar mevrouw Van Impen zegt ook, er is in Europa minder en minder draagvlak om te doen wat we bezig zijn. Nee, het wordt zelfs erger, het wordt toxisch, hoor ik haar zeggen. En het wordt toxisch omdat het slecht gemanaged wordt. Omdat we dit soort zweren in de hoofdstad laten ontstaan. Niet, er zijn heel veel mensen, dat is een van de dingen die toch ook wel duidelijk wordt in deze opvangcrisis, die door het beleid grotendeels gecreëerd is, wordt duidelijk dat heel veel van het werk dat de overheid zou moeten opnemen, wordt gedaan door burgers. Dus het is niet zo dat er een soort objectief maatstaf van draagvlak is. Maar ik moet wel zeggen, dus hier is het een verrottingsstrategie, daar is het een weerschaffenpolitiek. Ik moet zeggen dat die twee tegelijk kunnen bestaan, mijn hoofd ontploft bijna. Ik zie vooral veel radeloosheid en niet weten hoe we dit kunnen aanpakken. En dan korte termijn cynisme van, ja goed, we gaan dan maar zo en we gaan mensen toeleiden. Maar de twee lijken mij karikaturen te zijn. Dus, nee, maar ik wil juist ook zeggen. Ter verdediging van mevrouw De Moor, maar ook meneer Medi. Als je 4000 asielaanvragen op een week krijgt, dat kun je gewoon niet managen. Sorry, ik hoor dat beter management. Je moet ook begrijpen dat er nog eens 60.000 of 65.000 Oekraïners zijn binnengekomen. Je moet ook begrijpen dat heel die coronacrisis je lokale besturen al enorm onder druk heeft gezet. Dat je gewoon ook als burgemeester het niet meer ziet zitten. Ik krijg ook al die brieven van meneer Medi, mevrouw De Blok, nu mevrouw De Moor opnieuw, juist met kerstmis, een brief voor alle burgemeesters. Alsjeblieft, open nog wat open opvangplaatsen. Er zijn er 20 die gereageerd hebben. Zijn ook alle CD&V-burgemeesters doen ook niet mee. Hè. Dus ik wil maar zeggen, het is niet omdat ik politieke onwil zou hebben. Integendeel, we hebben een groot asielcentrum geopend in een tijd. Nu een groot zomerhuis Oekraïne geopend als burgemeester. Wij zijn super solidair. Maar het is gewoon op. Je moet ook kijken naar je eigen draagvlak, wat je kunt, wat je administratie aan kan, je diensten. Er is geen rem in het asielsysteem. Dat is de essentie van het probleem. Want het is uitgedacht na de Tweede Wereldoorlog en de wereld is zodanig veranderd op die tijd, gelukkig maar, dat eigenlijk niet goed meer past. Het probleem is, als je 50 asielaanvragen per week krijgt, dat is geen probleem, die vang je op en daar ga je voor zorgen dat die mensen die erkend worden, dat die goed worden gemanaged, dat die een mooie toekomst krijgen en samen gemeenschap maken hier in land. Maar je kunt er geen 5000 per week aan. Okay. Ja, het draagvlak, dat is 4000, het zijn misschien één week 4000 geweest, maar dat is niet of 2000, is niet het niveau. Of 2000. U hoort van een burgemeester, de draagvlak is er niet meer. Ik ben daar niet van overtuigd en een draagvlak is nooit iets wat er is of niet is. De vraag is, wordt daaraan gebouwd? Op welke manier kunnen we ervoor zorgen? Als in 2015 toen was dat er. Zoveel gemeenten gezegd hebben van we stappen daarmee in, toen was dan is daarvoor gezorgd, dan is daarvoor gepleit, dan zijn daar voorzieningen voor gedaan. Dus je kan een aantal stappen zetten om te zorgen dat bestuur. Dat is juist, toen was dat er. Echt waar, toen was ik. Ik had het geluk als staatssecretaris dat er toen was breed draagvlak. En dat heeft ook met mevrouw Merkel met heel wat dingen te maken. De situatie was anders. Dat die Syrische crisis, dat is dan zo gebeurd. Nu, sorry dat ik het moet zeggen, ook door die oorlog in Oekraïne, veel dingen die gebeurd zijn, inflatie, energieprijzen, ik merk het niet. Sorry, ik merk het echt niet. Ja, veel minder. Ja, maar nog een nieuw Europees paradigma, nog de wereldvrede zijn voor morgen. Hè. Dus de oplossing kan niet zijn dan wat daar nu aan het gebeuren is, gewoon laten voortbestaan. Ja.
En dan is 4000 man op een topweek veel volk, maar ook niet onoplosbaar. Als zij mijn pakket komt naar het parlement, dan wil ik nog eens over doorpraten. Ik heb het ook gezegd trouwens, gisteren nog in de plaatsing gehad. Derde thema willen. Als de regering met een pakket komt naar het parlement, ook naar de oppositie, want de twee grootste partijen in België zitten in de oppositie en die bevinden zich aan de rechterkant. En ze zeggen, kijk, wij wensen hier echt door te geraken, maar we gaan nu eindelijk ook praten over het verstrengen van uw gezinshereniging. Al die wetsvoorstellen gaan we ernstig nemen. En we gaan praten over ontradingscampagnes. Dat moet niet per se de mijne zijn, het mogen andere dingen zijn. Oké, dan kunnen we praten. Goed, het zal niet gebeuren. Dat is een politieke discussie dan. Maar laten we nog eens even kijken, want er is ook nog onze landgenoot Olivier van den Kastelen, die nog altijd gevangen zit in een Iraanse gevangenis en een geplande ruil met een Iraanse terrorist die hier veroordeeld is. Die is door het grondwettelijk hof onmogelijk gemaakt. En onder meer daardoor is de situatie voor Olivier van den Kastelen uitzichtloos geworden. In Brussel hebben vanmiddag zo'n 1500 mensen betoogd voor de vrijlating van Olivier van den Kastelen, een voormalige Belgische hulpverlener die vastzit in een Iraanse cel in erbarmelijke omstandigheden. Libere Olivier! Libere Olivier! Jullie hebben hem recent nog gehoord. Hoe was dat? Het was heel emotioneel. Voor hem is het heel moeilijk en voor ons ook, natuurlijk. En dus zijn omstandigheden zijn niet goed. De klok tikt evident. En ik zal het je opnieuw zeggen, alle wettelijke en grondwettelijke middelen aanwenden om die man pot bij ons terug te krijgen. En we zullen daarin lukken, ik verzeker u dat. Ja? Ja. Als zo'n deal niet goed uitgebalanceerd is, dan is de consequentie dat zij meer onschuldige onderdanen zullen vastzetten, ja, en als ruil zullen gebruiken voor echte islamitische terroristen, ja, vrij te krijgen. We blijven geloven in onze regering en in, ja, zij hebben de, ja, oplossing. Olivier is een passement, ja, van een strijd tussen beide landen die al meer dan, ja, 2-3 jaar bestaat. Ja, dat was de zus van Olivier van den Kastelen in de zevende dag. Weten we hoe het met hem is, meneer Goris? Ik heb er geen contact mee, maar ik hoor dus in de media dat het niet goed gaat met hem. En dat is onnoemelijk pijnlijk, want ik heb wel contact gehad met Olivier van den Kastelen gedurende de voorbije jaren, omdat hij als humanitair werker met Afghanen in Iran of in Afghanistan in de regio was, waar ik ook vaak rondgewerkt heb als journalist destijds. Altijd heel betrokken, heel goed ingevoerd ook in de lokale realiteiten met mensen. Dus u kent hem, maar u hebt er geen contact mee sinds dat hij, nee, gevangen zit? Nee. Dus ik zit daar wat naar te kijken en ik denk, ik zou willen dat het klopt wat ik hoor van we gaan alles doen om hem vrij te krijgen en, ja, dat gaat lukken, want hij verdient dat absoluut. Ja, dat was de minister van Justitie, ja, van Samen Kukken, maar die zei alle wettelijke en grondwettelijke, maar u gelooft er blijkbaar... Ik hoop dat, laten we zo zeggen. Dus niet, ik heb geen redenen om aan Van Quickenborne zijn stelling te twijfelen. Alleen merk je dat het niet makkelijk is, die schorsing van die uitwisselwet is natuurlijk een lelijk pad in de korf, ook van de familie en van alle pogingen die opgezet werden om tot een ruil te komen, want dat is uiteindelijk wat blijkbaar Teheran op uit is, om die diplomaat die bij ons vastgezet is omdat hij veroordeeld is voor terrorisme. Dat zij die terug willen en, ja, ze willen die dan ruilen. Ik hoop dat die schorsing ongedaan gemaakt wordt, want een andere oplossing, ik weet niet wat de minister nog aan andere mogelijkheden ziet, maar ik zie het dan zwart in. Ja, meneer Franke, denkt u dat zo'n ruil, ik zal het anders formuleren, had het grondwettelijk hof gelijk volgens u, om de ruil te schorsen? Ja, dat is een schorsing, hè, dus ze moeten zich nog ten gronde uitspreken, we zullen zien wat er naartoe gaat, maar ik ben tegen die ruil. Hè. En denk je dat als we die ruilen, dat dan Olivier vrij is? Ja, dat zal wel. Dat is heel het opzet van Iran. Ze hebben hem gepakt om hem natuurlijk te kunnen ruilen voor Assadi. Maar ik ben tegen die ruil. Ik vind niet dat je Assadi daarvoor kunt ruilen. En dan, u laat dan wel iemand, want dat is een beetje onderhandelen met, ja, maar principes. Dat is het perfide regime. Dat is het hele perfide regime. Heel het perfide en heel dat verhaal is natuurlijk,
Hij was verwittigd. Hij is heel expliciet verwittigd. Hij is gegaan. Hij is gepakt. Ze hebben gezegd, ze gaan u pakken als je het doet. Want Assadi was toen juist veroordeeld. En dan willen ze hem natuurlijk op deze manier maar terug. Loontje komt om zijn boontje. Dat heb ik niet gezegd. Als je Iran... Er zijn nog heel wat andere diplomatieke mogelijkheden. Als je... We kijken altijd maar alleen naar dat verhaal van Assadi. Assadi is die terrorist, die diplomaat die veroordeeld is omdat hij hier een aanslag wou plegen op honderden mensen. Mm-hmm. En daar net op het einde daarvan, dat verijdeld is geworden. Hè? Anders was dat effectief doorgegaan. Ik vind persoonlijk de prijs van die ruil te hoog. Ik vind die te hoog. Je moet naar andere dingen kijken om het Iraanse regime duidelijk te maken dat die zo snel mogelijk vrijkomt. Want die moet vrij. Het is verschrikkelijk wat die familie moet doormaken. En dus in die zin, kijk bijvoorbeeld naar wat Duitsland heeft gedaan in het verleden. De Iraniërs hebben een aantal Iraanse dissidenten vermoord in het Mykonos-restaurant. Duitsland heeft alle Europese ambassadeurs, na consultatie uiteraard, teruggetrokken. De Iraanse ambassadeurs allemaal terug naar Teheran gestuurd. Alle Europese ambassadeurs uit Teheran teruggetrokken. De Iraniërs hebben gedurende 25 jaar geen enkele aanslag, geen enkel niets meer gedaan op Europees grondgebied. Je moet ze heel duidelijk maken, niet alleen België, allemaal samen moet je ze heel duidelijk maken dat je dit niet pikt. Dus waarom gaat mevrouw Labib niet praten met alle Europeanen om te zeggen, kijk, want ook de Fransen zitten er gegijzeld, ook de Zweden, een aantal andere landen hebben dat juist hetzelfde voor. Je zegt, kijk, wij gaan allemaal samen diplomatiek de druk heel zwaar verhogen op dat regime. En dat hebben we gedaan toen. Waarom zou dat nu niet kunnen lukken? Nu, ik ga ervan uit, zeker aangezien de uitwisseling geschorst is, dat als Van Quickenborne zegt dat hij alles gaat doen, dat ook dat soort dingen zullen... bekeken worden. Maar dit is een beetje een industrie in Iran. Hè. Bedoel, dit is iets wat ze al heel lang doen. Wat ze deden. Soms krijgen ze een gedacht, soms krijgen ze een gedacht niet. Ze gaan er niet mee stoppen, omdat wij iemand terugsturen. Ze gaan het ook niet... Wat wij hier gaan doen, gaat op zich daar het grote verschil niet maken. Hè. Dus als Van Quickenborne zegt dat het gaat lukken, dan weet hij iets wat wij allemaal niet weten, of dan is hij toch wel zeer voorbarig, vrees ik. Want ja, je zit vast met uitwisseling. Het grondwettelijk hof heeft geschorst. Ik zie op dit moment niet de reden waarom ze dat zouden... Dat diezelfde mensen plots zouden zeggen van ja, maar het is eigenlijk toch oké. Als je zegt de prijs is te hoog, in dit soort deals weet ik niet of je ooit kan zeggen dat de prijs... Ja, wat er dan een juiste prijs zou kunnen zijn. Als ze zo'n hoge asset vrijgeven, hij gaat als een held ontvangen worden in Teheran. Dat is zo'n overwinning voor dat regime dat nu eindelijk onder druk staat door interne problemen, gelukkig. En ik hoop dat het lukt, dat die revolutie effectief lukt. Daarop rekenen zou het te lang kunnen duren. Hè? Absoluut. Maar laten we dat wel vooral hopen, dat dat zou lukken. Maar dat is inderdaad een zeer, zeer hoge prijs om te betalen als je daar naar kijkt.